Heftig nieuws uit de Verenigde Staten. Daar heeft een man geprobeerd Donald Trump dood te schieten. Trump raakte daarbij gewond aan zijn oor. Het gebeurde tijdens een toespraak van Trump voor de Amerikaanse verkiezingen. De toeschouwers schrikken enorm van de schoten en duiken in elkaar. We're okay. Everybody was screaming like get down. And then the next thing you know, the Secret Service is barricading him. And he's throwing his fists up in the air. But it was so scary because we were like 5 feet away from the guy. Trump wordt naar een auto begeleid en naar het ziekenhuis gebracht. Op social media laat hij weten dat hij niet erg gewond is. Bij de schietpartij is 1 iemand uit het publiek om het leven gekomen. 2 anderen raakten zwaar gewond. De dader blijkt een 20-jarige man te zijn. Hij was op een dak gekropen waar vandaan hij schoot. Direct daarna is hij doodgeschoten door een agent. Een aantal mensen hebben de man op het dak gezien. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. And next thing you know, 5 shots ring out. Donald Trump is de leider van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Hij was van 2017 tot 2021 president van dat land. Hij probeert nu weer president te worden. Zijn tegenstander is Joe Biden, die nu president is. Biden reageerde op het nieuws. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Het nieuws gaat de hele wereld over en ook leiders van andere landen hebben geschrokken gereageerd. Donald Trump is naar een van zijn huizen gebracht. Waarom de man hem wilde doodschieten en hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt nu onderzocht.